bij deze nieuwe video. Vandaag begin ik de video zonder make-up op, omdat ik het gevoel heb dat jullie dat leuker zouden vinden. Of niet, want aan de ene kant heb ik iets van, want ik begon altijd mijn intro's met mijn make-up al op. En dan kon je al zien wat voor look ik ging maken. En dan was een beetje de pret vanaf, want dan was het niet echt meer een verrassing. En als ik dus begin zonder make-up, dan is het een verrassing wat voor look ik ga maken. Dus ja, dit leek mij ook wel leuk. Stem even hierboven wat jij wilt. Wil je dat ik zonder make-up begin en je niet weet wat voor look ik maak? Of wil je dat ik met een make-up look begin, zodat je al weet waar je naar kijkt? Let me know wat jullie willen. Het is nou hier ook een beetje rood, want ik heb net mijn wenkbrauw geharst. Dus doe daar niet te veel op letten. Ik hars mijn wenkbrauw met de wenkbrauwhars van de Krijtvat. Dat zijn gewoon van die strips. Oké, nou even waar de video straks over zal gaan. Ik ga het vandaag hebben over de oogschaduw foils van de van Makeup Revolution. Deze heette de Revolution Flawless Foils. Ik mag geen Makeup Revolution meer zeggen, want ze hebben hun naam veranderd. Ze hebben de make-up weggehaald. Het is nou gewoon voortaan Revolution. Dus Revolution Flawless Foils. Dit zijn van die oogschaduwen. Oh, moet ik wel omdraaien. Dit zijn van die hele heftige oogschaduwen. Dus die ga ik vandaag gewoon uitproberen. Ben je daar benieuwd naar? Vergeet dan niet alvast te abonneren en het belletje aan te klikken, zodat je op de hoogte bent van al mijn video's. En vergeet ook niet te liken. En dan gaan we snel door met de video. Nou, je hebt hier 7 kleuren van en ik heb ze alle 7. Ik heb ze van beauty88.nl en die zijn daar nou in de sale voor €4,80 per stuk. Dus weer super goedkoop. Revolution make-up is altijd goedkoop. Ik zal ook alle linkjes beneden zetten in de beschrijving. Ik heb hier de kleur Rival. Ik heb ook de kleur Rose Gold. En de kleur Rebound, de kleur Unicorn Foil, de kleur Retreat, de kleur Overcome en als laatste de kleur Conflict. Nou, het zijn dus hele verschillende kleuren. Ik heb hier de kleur Conflict, die is een beetje goud. De kleur Rose Gold is dus Rose Gold, dus een beetje goudrozig. Ik heb hier de kleur Overcome, die is een beetje bruin-groenig. De kleur Retreat is gewoon meer groen. Ik heb de kleur Rival, die is meer roze. De kleur Unicorn Foil, dit is de lichtste, dit is een beetje een witte kleur. En als laatste de kleur Rebound. En dit is een beetje een champagne kleur. Dus er is voor iedereen wel een kleur beschikbaar. Nou, aangezien jullie massaal laatst hebben gestemd op de poll waarin ik vroeg of jullie echt de hele make-up look willen zien of alleen waar het gaat over de video. Jullie hebben massaal gestemd op het zien van de hele make-up look. Dus ik ga me gewoon vandaag voor de camera opmaken. Ik ga deze dus als laatste aanbrengen als ik mijn ogen ga doen. Ik ga vandaag eerst beginnen met mijn gezicht en dan pas mijn ogen. Ik ga eerst mijn gezicht primen met de Catrice Prime & Fine. Als foundation gebruik ik mijn Kiko 2-in-1 foundation. Ik heb hem in de kleur, het is er een beetje af, maar dit was volgens mij WB60. En deze foundation is zo fijn. Hij brengt ook zo makkelijk aan. Ik vind deze echt geweldig. Als concealer gebruik ik mijn Makeup Revolution. Het is geen Makeup Revolution meer. Als concealer gebruik ik mijn Revolution Conceal & Define Concealer in de kleur C5. Ik moet hier echt nog aan wennen, joh. Ik ga nou echt iedere keer Makeup Revolution zeggen. Ik ben dan nou gewoon echt gewend. Maar ja, ik moet daar dus echt even mee ophouden. Ik ben nu heel even mijn neus aan het contouren met de Benefit Hoola bronzer. Om te baken gebruik ik weer mijn W7 Banana Poeder. Echt, wanneer niet? Ik moet echt even een andere ontdekken die ook zo goed is. Ik gebruik maar iedere keer deze. En ik haal het er gewoon gelijk weer af, aangezien mijn huid droog is. Dus ik het er niet te lang op wil laten. Anders wordt het echt heel lelijk en echt heel erg uitgedroogd. Dan pak ik mijn Essence Brighten Up poeder. En die ga ik onder mijn ogen aanbrengen om het nog een beetje extra smooth te maken. En dan pak ik wat MAC Fix Plus. En dat ga ik heel even snel op mijn gezicht sprayen. Nou, dit zijn dus echt van die glitterkleuren die je gewoon op je ooglid doen. Het zijn dus zoals je ziet losse oogschaduwen. Dus ik moet ook een paar matten hebben aangezien ik een hele look moet maken. Aangezien dit make-up is van Revolution ga ik ook een Revolution make-up paletje gebruiken. En dat is deze. Dit is de Revolution Reloaded palet. En dit is de Iconic Fever. Je hebt er hier 4 van. Ik heb met die andere 3 ook al vaak looks gemaakt.
En die staan allemaal op mijn Instagram, mocht je die willen zien. En dit was de enige waar ik nog geen look mee heb gemaakt. Dus vandaar dat ik nou ook voor deze heb gekozen. Dit is de meest naturel, een beetje bruinige oranje kleuren. Ik wil het een beetje naturel houden, omdat deze kleuren heel heftig zijn. En ik wil echt dat die de show stelen. Dus ik ga een hele naturel basis creëren. Ik gebruik geen oogschaduwprimer, omdat ik al concealer op mijn ogen had gedaan. Ik pak eerst deze kleur voor in mijn arcadeboog. En dit wordt dan een beetje de basiskleur. Dan pak ik deze iets donkerdere bruine kleur om het allemaal iets donkerder te maken. En dan pak ik deze iets lichtere bruin, een beetje een taupe kleur. En daarmee ga ik de randen een beetje uitblenden. Nou, dit is dan een beetje de basis. Ik ga nu een halve cut crease maken. Daarvoor gebruik ik mijn Catrice Liquid Camouflage Concealer. Nou, de cut crease is gemaakt. Deze foiled oogschaduwen heeft Revolution al maanden terug al een keer uitgebracht. Maar toen waren ze ermee gestopt omdat het niet zo'n succes was. Maar nou, op dit moment zijn van dit soort oogschaduwen echt helemaal in. Dit zijn, iedereen wil nou helemaal van die heftige ooglooks hebben. En nou hebben ze ze dus weer op de markt gebracht, maar dan een beetje anders. En ik denk dat ze het nu wel goed gaan doen. Ik ben hier ook echt heel benieuwd naar. Voor mij is het echt hoe heftiger hoe beter. Nou mensen, ik heb ze even alle zeven geswatcht. Kijk even hoe mooi. Het is geen poeder, daar kwam ik dus achter toen ik aan het swatchen was. Dit zijn een beetje van die cream oogschaduwen. Dus ze swatchen ook een beetje anders. Dat komt dus omdat ze het creams zijn. Nou, tot mijn verbazing kwam ik er dus achter dat het geen poeders zijn. Ik zal ook even eentje up close laten zien. Kijk, het is dus echt gewoon een cream. Het is geen poeder. Kunnen jullie het een beetje zien? Het is wel echt heel mooi. Nou, de kleur die ik op ga doen is Conflict. Dit is een beetje een koperachtige kleur. Deze lijkt mij zo mooi. En bij alle kleurtjes zit ook dit erbij. En dit is een soort van oogschaduw primer. Die moet eronder, zodat het wat heftiger wordt en beter blijft zitten. En elke kleur heeft zo'n flesje. Dus ja, ik heb er nou 7. Ik heb meer dan genoeg. Ik zou denk ik niet te veel gebruiken, omdat deze zijn best wel klein en dit is best wel veel. Dus ik denk dat je niet heel veel hoeft te gebruiken, dat ze vandaar zo klein zijn. Nou, ik breng gewoon een beetje op mijn hand. Het is heel waterig. En dan breng ik het gewoon aan op de plek waar ik wil dat de oogschaduw komt. Het voelt een beetje aan als een olie of zo. Een beetje een waterige olie. Nou, en dan ga ik gewoon zo met mijn kwast erin. Kijk hoe creamy het is. Dit is echt zo raar. Dit voelt echt super raar, maar echt de pigmentatie is wel echt insane. Er komt echt meteen heel veel kleur vanaf. Dit is echt heel mooi. Oké, ik heb een beetje heel veel gepakt. Oh, ik vind het er echt heel mooi uitzien, mensen. Kijk even. Oh, dit is echt heel mooi. Oké, mensen, wat ik wel echt als tip wil meegeven is, pak gewoon zo een klein beetje. Ga niet zo soort van erin en dan zo pakken, want dat heb ik gedaan. En nou is het hier een beetje klonterig geworden. Dat moet je dus niet doen. Ga er gewoon zachtjes overheen en dan komt er echt al gewoon genoeg vanaf. Ik vind dit echt super mooi. Oh my god. En ik ga helemaal tot aan het einde van mijn oog eigenlijk. Kijk hoe mooi, mensen. Oh. Nou, ik ga dit nou ook doen bij dit oog. Ik ga weer eerst een beetje primer op doen. En dan pak ik gewoon weer die koperkleur. Ik heb echt nog nooit zoiets gebruikt. Het smeert ook echt heel lekker uit. Het is niet patchy. Het gaat er niet af als je er vaker overheen gaat. Het blijft gewoon echt op zijn plek. En het smeert heel egaal uit. Ik ben echt zwaar verrast hoe goed dit werkt. Echt heel mooi. Het is een beetje ook een wet look. Het is een beetje een glanzende kleur. Alsof je oogleden een beetje nat zijn. Ik vind dat echt heel mooi. Ja, ik ben echt in shock. Zo ziet het er nou uit. Echt, dit is echt zo raar. Maar ik vind het echt heel erg mooi. Nou ga ik deze kleur pakken. Dit is de kleur Rebound. En dit is een beetje een lichtere champagne kleur. En die wil ik een beetje in mijn binnenste ooghoek doen. En dan naar binnen toe. Ik ga hiervoor even een ander soort kwastje gebruiken. Ik denk gewoon een klein rond kwastje of zo. Ik ga deze gebruiken. Even een beetje schoonmaken. Ik maak het altijd schoon met zo'n schoonmaakding.
Ik haat het om mijn kwasten schoon te maken. Oké, en dan pak ik hier weer gewoon zo een beetje uit. Kijk hoe raar dit is, mensen. Dit is... Wacht. Kijk. Zien jullie dit? Dit is echt zo raar. Ik ga dit zo een beetje in mijn binnenste ooghoek doen. Oh my god. Kijk hoe mooi dit is. Oké, ik heb wel weer een beetje te veel gepakt. Ik loop net te zeggen dat je er niet zo in moet scoopen. En toch heb ik het weer gedaan. Ik snap niet waarom ik zo ben. Ik ga even dit eraf halen en dan opnieuw doen. En ik breng de kleur ook een beetje zo op mijn onderste wimperrand. Ik heb jullie een beetje ingezoomd, zodat jullie het wat beter kunnen zien. Kijk hoe mooi het is. Ik heb het hier wel een beetje verpest, omdat ik dus zo ging scoopen en toen te veel heb aangebracht. Alsjeblieft, doe dat niet, want dan verpest je het echt. Ik heb echt spijt. Ga gewoon een beetje erin en breng dat aan. Dat is echt meer dan genoeg. Maar kijk even hoe mooi. Dit is echt heel mooi. Ik moet het nog wel uitblenden. Oh, kijk hoe raar dit eruit ziet. Echt, ik kan niet stoppen met het te laten zien. Het is zo raar. Ik pak nou deze kleur om het hier buiten uit te blenden. Nou, het uitblenden gaat ook gewoon prima. Het verschuift gewoon niet. Want met creams heb je vaak dat ze verschuiven als je eraan gaat zitten. Maar dat doet deze helemaal niet. Al doe ik ze wel echt heel rustig, omdat ik er toch altijd bang voor ben. Maar ik doe het gewoon heel voorzichtig. Maar nee, er gebeurt echt helemaal niks. Het is gewoon nog steeds op zijn plek. En I like it. En die matte kleur breng ik gewoon ook weer aan op mijn onderste wimperrand. Ik ga nog iets meer van deze kleur Rebound aanbrengen richting mijn onderste wimperrand. Want ik vind het wel mooi zo, die glitter. En ik trek het gewoon een beetje door naar beneden. Dan pak ik deze lichtste glitterkleur uit het paletje en die ga ik aanbrengen onder mijn wenkbrauwen. Ik zat te denken om deze witte creamkleur hier aan te brengen, maar ik dacht dat het misschien een beetje too much wordt. Dus dat heb ik maar niet gedaan. Nou, ik wil ook een winged eyeliner maken. En ik ben benieuwd hoe dit gaat aanbrengen zo op een cream. Dus ik ga mijn Catrice Liquid Eyeliner gebruiken. Dat brengt wel een beetje lastig aan, mensen. Dat was al wel wat ik dacht. In principe lukt het wel, maar je moet gewoon een paar extra laagjes aanbrengen. Want het wil er steeds doorheen gaan. En als je gewoon wat extra lagen aanbrengt, dan is het gewoon zwart. Oké, die wing is hoger dan die wing. Maar ja, we gaan het gewoon zo laten. Maakt niet uit. Als snapwimpers ga ik deze opdoen van AliExpress. En dan ga ik de rest van mijn gezicht doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ik ben klaar met de rest van mijn make-up. Op mijn lippen heb ik de NYX Soft Matte Lip Cream in de kleur London. Er komt een foto van deze make-up look vanavond op mijn Instagram. En dan kun je zien wat ik allemaal heb gebruikt. Nou, wat vind ik van deze oogschaduw? Ik vind ze echt geweldig. Ik vind dit zo mooi. En het is zo goedkoop, maar 4 euro nog wel. Oh mijn god, ik zet ook de link in de beschrijving. Ik vind ze echt super mooi. Ik vind deze look echt heel mooi. Het is heel wet look. Het is wel heel heftig. Als je daar niet van houdt, is het misschien niks voor jou. Dit zal sowieso niet iets zijn voor iedereen. Want de creamstructuur, ja, daar houdt gewoon niet iedereen van. Ik vind het heel mooi. Het blijft gewoon op zijn plek. Hoe vaak je er ook overheen gaat met je kwast, het blijft gewoon goed zitten. Breng niet te veel aan, want dat was wel mijn fout. Als je dat gewoon niet doet, is het echt heel mooi. Ik ben echt zo benieuwd om al deze andere kleurtjes ook te gaan gebruiken. Dat ga ik ook echt zeker doen. Dus hou vooral mijn Instagram in de gaten, want daar komen altijd al mijn make-up looks. Dus ja, ik ben hier, ja, ik ben echt te enthousiast. Ik vind ze echt heel mooi. Ik heb dus de kleur Conflict gebruikt en de kleur Rebound. Ik probeer altijd zoveel mogelijk kleuren te gebruiken, maar ja, om er nog meer bij te voegen, ja, dat slaat nergens op. Nou, ik vind de look in ieder geval heel mooi. Laat beneden weten in de comments wat jullie ervan vinden. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan, ja, dan is het gewoon al klaar. Doeg!